Ik heb een Lamborghini aangeraakt. Oh, ik heb een Lamborghini aangeraakt. En welkom bij een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal in Chester. Vandaag ga ik naar Parijs. Mijn moeder komt ook naar boven. Goedemorgen, mama. Morgen, schat. Vandaag is het zover, jongens. We gaan naar Parijs. Ik heb net eventjes gedoucht, zoals jullie zien. Het is lekker verslagen. Dus ik ga maar even aankleden. Moet ik schoon onderbroek aan doen of ga ik die nog aan? Dan ga ik even een nieuwe onderbroek aan doen. Ik loop in mijn handdoek. Zoals jullie zien. Het is lekker vroeg. Dan gaan we even aankleden. Dan gaan we zo wel naar Parijs. Hoor je die? Tot zo. Nou, ik heb me juist even aangekleed, zoals jullie zien. Gewoon even relaxte kleding. Voor dadelijk om in de bus te dragen natuurlijk. Ik heb hier ook nog even mijn vest liggen. Die doe ik namelijk nog ook aan. Want natuurlijk om kwart over zes alweer naar school moet natuurlijk. En ja, ik heb natuurlijk heel erg zin in. Het is de eerste keer dat ik naar het buitenland ga zonder mijn ouders. En is natuurlijk best wel eventjes wat. Dus ik moet daar nog even mijn tanden poetsen. Ik ga even mijn handbagage checken. En voor de rest hoef ik niet meer zo heel veel te doen. Ik film met mijn GoPro. Goedemorgen. Ik heb nog steeds een moeie kop. En ja, ik heb er weer zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Dus laat alvast je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk, dat helpt natuurlijk enorm. En ook jullie te gezien. Ja, als ik daar naar school ga, of ik weet het niet, want ik moet nog eventjes allerlei dingetjes doen. Dus ik heb niet tijd om alles voor jullie te vloggen. Totdat we namelijk zeggen in de bus zijn, want in Parijs kan ik wel alles voor jullie vloggen. Dus dat komt ook helemaal goed. Goedemorgen! Hallo! Goedemorgen, jongen! Hallo! Gaat Jesse naar Parijs vandaag? Ja, hè? Een beetje jeuk? Een beetje jeuk? Hij is jeuk, hoor. Kijk dan. Alleen is altijd likken. Oh, oh. Kijk dan terug. Hij zit zichzelf te likken aan zijn poot. Met zijn poot maakt hij beweging en dan gaat hij zelf al likken. Kijk hem al. Nou jongens. Gek hoor. Nou, ik heb dus zojuist mijn handbagage ingepakt, zoals jullie zien. Er zit eten in, chippies en natuurlijk broodjes en snoepjes. Deze weet ik nog niet of ik die in mijn handbagage ga doen. Of in mijn echte koffer die jullie daar zien. En ja, dus die laat ik me gewoon even hier leggen. Over een kwartier, precies op dit moment over een kwartier, komt mijn tante met mijn neef me ophalen natuurlijk. En dan gaan we alweer naar school. Want dat had mijn moeder geregeld of zo. We hebben zelf ook een auto hoor. Maar vandaar, ik ga nu even mijn tanden poetsen. En moeder is bovenop bezig. En mam? Ja? Ben je een beetje gestrest of niet? Nou ja. Wat ben je? Kun je natuurlijk ook doen? Wat vind jij ervan dat ik naar Parijs ga? Ja, voor jou heel leuk. Voor mij wel, maar voor jou nooit en never meer, toch? Wel. Nou, ik ga even mijn tanden poetsen. En dan zeg ik voor 4 dagen bye bye bed. Bye bye setup. Bye bye mama. Ik loop dus op dit moment met mijn tas te sjouwen. En dat ding is gigantisch zwaar, zeg. Zo. En dan moet ik dan straks nog, als ik in Parijs ben, moet ik er nog 10 minuten mee sjouwen. Nou, dat kan je leuk wel denk ik allemaal zien. Maar ik ga nou eerst dit ding naar de auto krijgen. Oma wie Paris, met je boy Bram. En met je girl Luna. Hey Max, ja. Pak je shine. Jackie, pak je shine. Ik moet nog even sorry zeggen van tegen Jack over de video met mijn moeder, weet je nog? Ja, sorry, Jack. Jack. Dat spijt me. Gek de bussen hier. Bo Noah. Luna is aan het slapen. Hallo Luna. Hey. Oh, lekker. Lekker, hè? Is hij ook wel? Lekker. We hebben nu een stop gemaakt. Zijn jullie met de boy? Yo, man. En we gaan even kijken wat we nog kunnen gaan doen. Ik ga zo terug naar lopen naar de bus. En dan gaan we verder naar Parijs. Gaan we doen, man. Nee. Gaan we zijn onderweg. En zo over 4 uur. Ja, we zijn net een tussenstop gehad. En ja, ik weet eigenlijk. Houden van Chesso. Houden van Chesso. Ja, heel veel. Nou, we zijn op dit moment in Frankrijk. Ik zit naast Jackie. Morgen. En je ziet hier heel erg veel van het weer. Het is wel opgeknapt. Maar het uitzicht is niet al te best. We moeten nog 2 uur reizen. Dus Jack, heb je nog wat te zeggen, jongen? Het is een pokkenlange reis. Kijk joh, ze likken allemaal als een lulvriend. Wat is dit, de Notre Dame? Ja, nee, dit is de Arc de
Ja, dus uit We gaan nog hier naar boven ook. Hallo dames en heren, welkom aan Rikke zijn. Er zit hier weer Art en Gion. Hij weet dat ze hier stoppen. Holy shit jongens. Dit is echt gek hoor. Dit is ziek gek. Zo, stap van de liefde. Ik ben echt mijn beste. Zo, kijk, daar gaan ze maar zoenen gek. Oh! Wat de? Hallo. Ja? Zoenen. Eiffeltoren met je boys. Zijn hier met die boys. En we lopen dus nu al richting de Eiffeltoren. Alsnog, het is zo klein, omdat we zo'n groot camera gewend. En nu opeens lopen we zo'n klein ding. Maar het ziet er raar uit, want je doet zo, je doet zo. Hey, hij filmt. Hallo mensen. Hij filmt. Je kijkt in de camera. Ja, hey, kak. Mijn schoen wordt nat. Maar zo video kijken. Kijk jongens. Hij komt in elkaar, maar hij gaat de camera. Kijk zo in trouwens. 3, 2, 1. Nee, hij is er nog niet. Hij is verdwenen. Wat is dit? 3, 2, 1. Daar is hij jongens. Daar is hij. Holy shit. Wat een ding is het, jongens. Wat een ding. Hij lijkt. Zo kom nu in. Hij lijkt klein. De gouden koepel is dood erg. Waar? Daarnaast. Oh, daarachter daar. Hello. Daar. Niet doen. Want ik ben er 4 jaar geleden. Daarachter. Ja, ik ben er 4 jaar geleden op zo'n koepel. Daarachter. Ja, daarachter. Nou, daar ook die hele gekke toren. Ik wil precies die meneer die loopt door mijn foto. Ik wil naar de bovenkant, jullie. Ik wil gewoon naar de bovenkant. Ik wil naar de bovenkant. Kijk, doe naar mijn poepen. Nee, man. Mooie poepen. Nee. Mooie poepen. Nee. We zijn op dit moment op weg naar de Eiffeltoren. Hij staat daar ergens. Ik weet niet wat het met mijn tape heeft gedaan, maar... Oké, wat moet jij melden? Helemaal niks. Nee? Ik hoorde wat over een tepel. Ja, die in galerij zeker. Die galerij. Nou, we gaan in ieder geval daarheen. Gaan kijken of het eventueel wat is om dus naar de eerste etage van de Eiffeltoren te komen. Als dat natuurlijk lukt, dan is het wel gaaf. Noah, hoeveel likes wil je halen op deze video? 100. 200? 111. En Nina gaat naakt. Ja, nee, wat heeft Nina hiermee te maken? Ja. Dat is zo mee. Dat vinden ze geld. 250, gewoon doen. 250? Ja, 111 is ook wel mooi. Ik zeg 150 jongens. Ik zie jullie dadelijk weer bij de Eiffeltoren. We staan dus hier op dit fucking moment gewoon met een Lamborghini jongens. Hoe fucking gaaf is dat? Ja, daar staat een Ferrari erachter, maar daar staan mensen aan het trouwen. Maar ja, kijk hoe fucking mooi. We gaan even de binnenkant filmen. Kom. Holy shit jongens. Dit is echt niet normaal. Eerlijk? Holy shit. Kijk dit. Zullen we hem aanraken? Is dat mogen? Oké. Okay. Oh, ik heb een Lamborghini aangeraakt. Oh, ik heb een Lamborghini aangeraakt, jongens. Hoezo? Dit is wel scare gemaakt, man. Het is gewoon echt, hoor. Nee. Kijk maar, nee. Kijk. Nou, jongens. We zijn dus gewoon op dit moment onder de Eiffeltoren. Gewoon eronder. Oh, hey, kijk dit man, hoe dit eruit ziet. Holy shit jongens. Ik vind het echt awesome. Jij Tim? Top. Top hè? Hij had net weer een gekke kwestie met een landmijn. Denk je dat het ontplukt? Ja toch? Wat was je? Als je dit met een landmijn moet. Kijk, we staan er bijna precies onder. Een landmijn is niet zo groot. We gaan nu kijken. Hey, kom, we gaan er precies onder staan. Bijna. Hier. Op dit moment staan we soort van precies onder de Eiffeltoren. Precies eronder. En van een afstand. Van een afstand leek die echt heel klein. Net zoals deze man. Maar net zoals op het moment dat je er echt gewoon onder staat, is die echt gewoon niet normaal groot. Moet je eens kijken jongens. Holy fuck. Ik weet niet of we erin moeten gaan, man. Ik weet niet. Nee, wat doe je dat? Daar hebben we een half uur. Een half uur. En dan moet je lopen. Vorige keer duurde het, denk ik, 20 minuten om het hoofd te lopen. Dat is wel slaan. Jongens, we gaan even kijken of we er wel of niet op moeten, toch? Ja. Ik denk niet. Zeg maar, Bien. Als je honger hebt, moet je gewoon eventjes wat gaan eten. Dus dat doen we maar. Lekker hoor. Nou, we zijn dus in onze kamer aangekomen.
Bram is weer helemaal blij met zijn spuutkies. En dit is onze kamer, jongens. Holy shit. Jack, hoe groot denk je dat het is? Ik denk zo... Gaat gewoon 3 meter mee. Breed. 1, 5 2, meter 3. Dat doe je dan niet, kneus. 4. Ongeveer 5 bij 4. We hebben 5 meter keer 4. Dus dat is wel lekker. Dat lijkt me in de 3, hoor. Oké, okay, en dit zijn onze bedden. Daar één en daar één. Geweldig. En we gaan zo eten en Bram gaat lekker aan de bugels. En er zit hier gewoon iets om mijn kussen, of om mijn beddek, wat ik gewoon niet vertrouw. Dus we gaan kijken wat ik daarmee ga doen. Wat is het? Volgens skerel. Wat? Skerel. En jongens, kijk even ons uitzicht. Doe het raam open. Zo. Dat klonk niet goed. Nou. Zo, prullen wat om mijn bek. Kijk hoe hoog we zitten. En kijk het uitzicht. Koude Jackie, ik zeg je wel mogen goed. Hé hey, jongens, wij gaan eten. Daaah! Ik ben net vergeten. Ga je op je bek, jongen! En, op je mel, gauw! We gaan niet naar zakken kurken. Ik ben tekeningmaker hier. Ja. Jackie! Jackie! Lekker man! Hoi! Hallo, we zijn nu in de eerste metro-reis. Ja, dat is niet zo goed. Zorg dat je bij je goed blijft. Ik zie je net alweer bij de verkeerde klas, hè? Dat is niet zo nice. Zijn voor God. Ik kijk dan. Hij kijkt mee, hè? Daar. Daar. Oh, je kent film. In de kerk en ik werd dus gewoon aangesproken dat ik niet mocht filmen, terwijl de docent zei dat ik wel mocht filmen, alleen zonder zonder flits. Ja. Dus wij gingen gewoon filmen en toen kwam er opeens zo'n man naar me toe van ja, je mag niet filmen. Oké, dat hebben jullie net ook gezien denk ik, maar ik wil jullie even laten zien dit uitzicht. Kom zeg. Mooi uitzicht. Wat? Is dit uitzicht goed? Ik weet niet of je het goed ziet, maar holy shit jongens. Kijk dit uitzicht. Doe jij? Kijk, wacht, ik heb deze opgehangen. Oh, oh. Wacht alsjeblieft op je zon. Nou, zeg het wel. Hallo. Nee, doe je. Jij hebt nodig. Kijk je haren! Ja. Nee, is nu gewoon normaal. Nee, niet als het een beetje. Kijk al die mensen daar. Nou, het gaat vanavond weer avond worden. Maar, zullen jullie weten, dat was dus de kerk? Laat me zeggen, een schaduwende wolk. Ja, wil je niet misschien nog geen wolken zijn? Nee, maar wij gaan eventjes terug. Dan gaan we echt nog een gekke avond hebben. Terwijl we eigenlijk om 12 uur al moeten gaan slapen. Dat gaan we niet meer, toch? Hi, we zijn nu in Parijs en we zijn bij de Moulin Rouge. En daar ben ik er niet over te zeggen. Hey, doet, doet! Gaan we trekken, Luna ook. Met Luna. Wat vind je ervan? Morgen! Wat vind je ervan? Ik vind het allemaal een beetje Frans hier. Ja, ik vind het aardig Duits. Ja, maar we kunnen allemaal geen Frans. Tu es fou. Je suis Noah. Nein. Hoezo nein? Dat is Duits. Dat is Duits. Nein is Duits. Duits. Jelle, deze man, hij heeft mijn fan ding gemaakt. Hij doet dat goed. Die om mijn deur hangt. Hij heeft die gemaakt. Ja? Maar die is hier. Oh. Ik schiet hem erin. Hey, joh! Oprotten met die camera! Was lekker in het schuithuis, jongen. Heerlijk, man. Jongens, bedankt voor het kijken naar vlog 1 in Parijs. Dat gaan we toch niet, joh. We gaan in dit kutbed slapen. Wat mee met Bram heb opgemaakt. Duk. Dit bed. Ja. Morgen, Tim. Oh. We gaan Tim even bezoeken. Ik ga achter Tim, man. Kijk, daar ligt Jackie. Waar is Tim?
Ik merk die echt door jou, hè? Even kijken.